Hallo en what's up beste kijkers, welkom terug bij het kanaal van Meester Noobsizer en mijn nieuwe playthrough van The Last of Us Part 2. We zijn gebleven bij Ellie en Dina in een verlaten winkelcentrum van de buitenwijken van Jackson en we zijn midden in een groep klikkers beland die we ons nu van het lijf moeten zien te houden. En wie weet mogen we daarna weer spelen met Abby. Oké. We gaan het nu wat voorzichtiger aanpakken en ik neem het hunting rifle ook. Dat doodt ze sneller, mochten ze me zien. Oké, we zijn weer in de apotheek. Zo. Oké. I hate these fuckers. Fuckers make my skin crawl. Let's make sure the rest of the building's cleared out. And then get the fuck out of here. Get the fuck out of here. Ellie, found the door. Help me out? Sure. From the knees. Zover niet. I'll take a present. Ellie. Oeh, Molotov. Thanks. Oh, nice. Careful with that. I'm a pro. We're not done. Ah, boys, ze zitten daarachter. Maar we kunnen nu ook zelf molotovs maken. Als we genoeg spullen hebben. Alright, let's go. We got some numbers here. Oh boy. What do you think? Get the runners first. Yep, die eerst. Die kunnen je zien. Dus die moeten absoluut eerst dood. Okay, don't turn around, don't turn around. Don't turn around. Gotcha. Okay. And voila. Okay, nice. Kunnen een health kit maken. Zo. Copy that. Oh shit. Echt, het is vergeven van die gozers. Waar komen ze vandaan in godsnaam? Echt allemaal zwervers die door Jackson struinen op zoek naar beter leven of whatever. Maar het zijn echt zoveel. Kampjes aan nu. Oké. Okay. Kampjes aan. En katje. Volgens mij waren ze dat. Oeh.
And he's still moving. Nope. Oeh, veilig. I'm impressed with us. Yeah. Man, the guys are not gonna believe our numbers. Okay. Let's go to the next lookout. And take a photo. Agreed. Oké, okay, maak even een tweede health kit. Kom altijd van pas. Snellere verzorgingskits. Oké, okay, top. Ah, hier. Won't budge. Okay, here's what we're gonna do. You're just gonna hurl me up through that hole in the roof. Wat? Oké. Okay. Ik moet jou door dat gat slingeren. What the fuck are you talking about? Cable here. Ah, zo. There we go. Yeah. That should hold us. Okay, let's throw. Get over. Fuck yeah. Okay, that's good. Here I go. Steady now. Echt, daar hebben ze bij Naughty Dog een hele hoop tijd aan besteed om ervoor te zorgen dat dat touwwerpen er realistisch uitziet. Niet dat ik daar echt op zou letten, maar nog steeds. Credit where credit is due. Oh man. Het weer is naar geworden. Hey. Storm's really picked up. Let's get the hell out of here. I got a bad feeling about this. Hey, how far away are we? A few minutes out. Oh man. Die muziek, dat is een slecht voorteken. Dat heet The Obsession. Tina, wait! Oh, crap. Tina, how much further? Tina? Oh, shit. Tina? Oh, dat is niet best. Tina? Oh, god, waar is ze? Ik zie geen sporen. Tina, where are you? Oh, man. Oh, daar. Oké, okay, ga er alsjeblieft niet meer zo vandoor. Get inside. I'll get the door. You been here? Rode by it. Never came inside. Kunnen beter checken of het veilig is. Let's make sure it's clear. Het is een bibliotheek. Someone's locked this place up. There's something back there. I think I see a bed. I think we got a squatter. You see another way in?
als er iemand woont, voorzichtig zijn. Misschien is diegene al dood of weg. Not sure. Shit. I gotta see what's back there. Geen probleem. That works. Echt, dat is cool. Als ze een ruit inslaat, dan houdt ze automatisch haar handen voor haar ogen tegen rondvliegend glas. Eugene? This has to be Eugene's. Are you sure? Yeah, nobody else would tinker with this shit. But why would he hide it from me? Ja, ze is vaak met hem op patrouille geweest. Misschien waar hij gewoon in zijn eigen plekje waar hij zich terug kon trekken. Iedereen die heeft een hobby nodig. Place. Hij was een firefly. He served with Tommy. Oh. Hij was dus een van Jackson's eerste inwoners. Moet met Tommy zijn meegegaan. Ja. They got this real dark shit. Like what? He said he blew up a checkpoint at Denver QZ, killed 3 soldiers and 2 civilians. Jesus. Yeah. He also told me that he and Tommy slow tortured some big Fedra general. I don't know. I don't buy Tommy doing that though. He could do worse. What do you mean? He and Joel did a lot to survive after the outbreak. Ja, Ellie is daar niet blind voor. Ik vraag me af wie haar dat verteld heeft. Joel of Tommy zelf? Tommy die heeft zijn leven gebeterd. Hij is er van weggelopen. Maar net als Joel zou hij tot alles in staat zijn om zijn dierbaren te beschermen. Ook gruweldaden. Maar marteling, mijn hemel. Hey, giraffe. Had Eugene contact met andere Fireflies? Heeft hij gehoord over mij en Joel? Nee, dan had hij wel iets gezegd. Die vraag die houdt haar dus nog altijd bezig. Na 4 jaar is ze nog altijd benieuwd van nieuws over de Fireflies. Joel die heeft eigenhandig die hele organisatie de grond ingeboord door Ellie mee te nemen en Marlene te vermoorden. En Ellie die heeft nog steeds niet een... Ze heeft een vermoeden. Maar dat heeft ze in die jaren nooit uitgesproken, omdat ze bang was Joel te verliezen. En ik vraag me daarom dus ook af, waar ging die ruzie over? Afgaand op wat Tommy, ik bedoel, op wat Jesse zei, was Ellie boos omdat Joel zich bemoeide met haar liefdesleven? Of hij nam het voor haar op toen ze door Seth werd beledigd? Maar ik denk dat niet de enige reden is. De kindersectie van de bibliotheek. PlayStation. Dartboard. Eugene, die heeft hier echt een tijdje gewoond. Voor hij dus echt naar Jackson ging.
Oh my god. It's Tommy and Eugene. Look like babies here. Tommy, toen hij nog een Firefly was. Ja. Lights, stoere kerel. Heaters. There's gotta be a generator around here somewhere. Een brief. Eugene, ik smeek je, kom alsjeblieft naar huis. De Fireflies willen de wereld redden. Nou, laat ze hun gang maar gaan. Laat ze maar achter het leger en de politici aangaan. Laat ze maar een vaccin ontwikkelen om de mensheid te redden. Misschien zien we op een dag het resultaat van hun waanbeelden. Maar tot die tijd stel ik onze dochter voorop. De Fireflies redden het wel zonder jou. Je dochter niet. Ze blijven maar vragen wanneer je thuis komt. Ik kan niet nog langer tegen haar liegen. Ik mis je, maar ik weet niet hoe lang ik dit nog volhou. Kom naar huis, alsjeblieft. We houden van je. Claire. Oké, dus Eugene was iemand die zijn verlangen om de wereld te redden. Het werd dus een dermate een obsessie voor hem dat hij zijn eigen familie in de steek liet. En hij ontmoette daar Tommy en is uiteindelijk met hem in Jackson gaan wonen. En die brief van zijn familie, die heeft hij nog altijd bewaard. Ach. Schatjes. En die heeft hij in de steek gelaten? Ja, hij dacht dat de Fireflies hoop brachten. Een betere wereld voor zijn familie. Maar we zijn 25 jaar verder en er is niks veranderd. Ik vraag me af of ze nog leven überhaupt. Hij lijkt een beetje op een oude Jason Momoa. Which is kind of awesome. Ellie die had er ook alles voor over om de Fireflies te helpen. Maar Joel die heeft dat afgenomen. Hey, found the generator. That's better. Oh wow. Impressive workbench, Eugene. Oh, nice. I bet you could mod your gun with this gear. Let's do it. We hebben een hoop onderdelen opgespaard inmiddels. Oké. Veel schade, maar lage vuursnelheid. Redelijk nauwkeurig. Beter richten of... Oké, dit kost allebei 50. Ik heb maar genoeg voor één upgrade. Laat het hunting rifle maar doen. Beter richten vind ik wel een prioriteit. Yeah, this'll work. Good job with that. Dat is altijd cool. Dat hebben ze nu verbeterd aan deze werkbanken. Je kunt echt in detail zien van hoe ze dat wapen precies modificeert. There's more stuff down there. You see a way down? Not here. Eens even kijken. Wat heeft Eugene hier allemaal te verbergen? Come on. Oeh, geheime kelder. It's obviously a sex den. That's why he didn't tell you about it.
I hope it's a sex den. For his sake. It was so lonely, man. It's probably just like a giant TV he didn't want to share. I'm 80% certain. 80? Wow. Let's see who's right. Ik hoop op het sekshol. En nu hebben we ook een karaktertrek van Dina. Althans, als ik het goed heb. Ze vindt het niet leuk als er dingen voor haar verborgen worden gehouden door mensen wiens vertrouwen ze heel erg heeft. En gezien het feit dat Ellie immuun is, that's gonna cause trouble. Oh my god. Wietkelder. Oh mijn god, Eugene. This explains a lot. Ja, dat verklaart ook die waterpijp. Nou jongens, hier kunnen je hart ophalen. Hey, he's got that videotape thing. Dawn of the Wolf. Wat? Smash Brandy's cooch. Oh mijn god, wat is dat? It's porn. Interesting taste, Eugene. Dong of the Wolf en Crash Bandy Scrooge. What the fuck? Dus hij kwam hier om lekker in zijn eentje wiet te snuiven en porno te kijken. Nou ja, we hebben allemaal onze behoeftes. Maria would lose her shit if she saw this place. How did he get this together? Hij maakt het zelf. I wish he'd told me about this. Could have helped him out. Maria die zou dit waarschijnlijk tot de grond toe afbranden. Dat is wel het laatste waar haar gemeenschap nu behoefte aan heeft. Die teenagers die high worden. Dina. It's a gas mask bomb. Oh mijn god, Eugene. God, he was so smart. Dat was vast behoorlijk lekker. Wel lekker knus. Oh god, sigaretten. Oh, there we go. You think it's still good? Oh god, nog wat toe. Let's find out. Ik ben echt heel erg tegen drugs. Maar tegelijkertijd is dit echt best wel aandoenlijk. You having a hard time? Oh, I got it. Fuck. Give me that. Oh, yeah. Like you're gonna get it. Okay. It's... Yeah. Fuck it. Dude! What the fuck is wrong with you? I got it open, didn't I? Smells good. Oh man, ik voel de romantische sfeer aankomen. Oh god. I mean... When we stuck here a while, right? Oh my. Totally trapped. Woohoo! Can I ask you a question? Oh mijn god, dit is zo romantisch. Scale of 1 to 10. 1 being like absolute trash. And 10 being life-altering. Oh god. How would you rate our kiss from last night? Woohoo! Why are we still talking about this? Oh, dat wil je echt wel, Ellie. You said it was a mistake. Did I say that? Dat zeg je zelf alleen maar, Ellie. What are you doing?
Trying to rain our kiss? Oh mijn god. I give it a 6. A 6? Wow, like a solid 6. Okay. Oh, liege beest. Yeah, but 6. Oh, well. I mean, now I really want to know how you'd rate it. I don't think you do. 10, toch? You're infuriating. Have you met you? You made me want to go back outside into that blizzard. Don't want to stop it. Girls. Prachtig. Prachtig geregisseerd. Echt. Ik kon het gewoon voelen. Die spanning als een mes door hete boter. Oeh. Tijd om terug te gaan naar Abby. Oh man. Als ze Ellie en Dina te pakken krijgt. Oh god, nog aan toe. Maar even pauze voor we ons daarin verplaatsen. Dat was echt een fucking romantische scène. Ellie probeert tot het allerlaatst om die muren op te houden. Ze ontkent tot het allerlaatst dat Dina in haar geïnteresseerd is. En Dina kan gewoon geen grotere signalen afgeven van... Meid, ik wil je. En dan geven ze eraan toe en boosh. Prachtig. Okay, let's go. Great, infected. Oh shit. Ah shit. Oh shit, het zijn er twee. Fuck. Hopelijk blijft het erbij. Oh, my God. Oh crap. Oh shit, 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 shit. Oh, dit is niet best. Oh fuck, het is een horde. Oh crap, crap. Oh shit, 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 shit. Oh fuck! Oh shit, 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 this is not best. Tijd om de kamerlappen te nemen. God, was ik nog maar bij Owen. Crap. Ze zitten in mijn nek te hijgen. Oh crap. Oh shit, 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 shit. Shit. Oh shit. Shit. Dit houdt niet langstand. Oh fuck. Shit. Shit, shit, shit. Hoe kom ik hier weg? Fuck. Oh, dit is niet best, dit is niet best. Oh my god. Oh, fuck, nog een keer. Oh crap.
Joel! Joel! Tommy! Oké. Had ik niet verwacht, maar goed. Holy shit, oké. Oh boy. Where the hell they all come from? I don't know. What does is where we going? I reckon we go out the back. We can make a break for the lodge. I ain't got a better idea. Hey, you got a gun? Yeah. Well, I hope you're a good shot. Keep up with us. We gotta warn everyone. Come back with a cleanup crew. We gotta live through this fight. God damn it! The fishes are everywhere! Gotta move! Get to the door! Fuck me! Through this door! Come on! Hurry! Right. Oh shit, back there. Let go! Oké, okay, maar wat doen we dan? Waar moeten we heen? Up there, the window. That's our way out. You see a way up there? Here, use this. Hey, girl. Right. Push it up under the car. We're getting inside. I'll get the gauntlet to the window. You two keep those infected off of me. Okay. Copy. Damn, this thing is heavy. Sorry. Pick her! Shit, 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 shit. Oh shit, 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 shit. Oh crap. Oh good, good, ow! Oh man. Tommy, I'm running low. Just need another minute. Gotcha. How cool, Tommy. Holy shit, okay. Yeah, coming. Hurry! Thanks, guys. Okay. Yeah, I got you. Thanks, Joel. Okay. Get close to us. Where are we going? It's this one. Come on. Oh shit! 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 Shit, nog aan toe. Het is intens. Hey, I'm Tommy. That's Joel. What's your name? Abby. Abby, are you okay? Yeah. That ain't gonna hold. We gotta go back. We're gonna outrun them all the way to Jackson. We need to barricade that door. Tommy, we cannot Shit. Stay here. Horses ain't making it all that my way. My friends are at a mansion just north. It's fenced in. We have a whole perimeter secure. It's a bold place. I can work. All right. I'll get the door. Oh, that's neat, Slim. Come on. Oh boy.
Ze hebben haar leven gered. Zou dat haar plannen veranderen? Wat is dit? When I was 12, I found a skateboard. Uh-oh. And I tried to get on it. And it shot right out from underneath me. Wait, how did you get the scar? I fell on my knife. Okay. Chemical burn. I died myself. Om die bij te verbergen. To cover a bite mark. Right here. I got jumped by an infected when I was 14. And turns out I'm immune, so it healed with a ring of fucked up teeth marks and cysts and... Ow! Fuck you. What? Hey! I told you a real fucking story. I did tell you a real fucking story! Oh, you want a bite mark? What? Do you hear that? Jesse? Oh shit! Just stay there, okay? Are you okay? Wait, please. What? Just turn around. What are you doing? Are you kidding me? Awkward. You're supposed to be on patrol. There's a blizzard outside. Is that weed? Why are you here? People are counting on you. Get that? What we do matters. Well, then why aren't you at the fucking lookout? Because Tommy and Joel didn't show up. What do you mean? We waited for them for an hour. I was looking for their horses when I saw lights. Oh, crap. Maybe they just went back to town. Without being replaced. No way. How much of their region have you covered? Not much. Then we split up. Go at it from different sides, and we can cover the whole thing in a few hours. I don't like you riding solo. We don't know what's out there. Exactly. What if they need help? Okay, I'll head west. Dina can take south, and you come from the east, but be smart about it, yeah? Oh god. We weten niet waar Ellie, ik bedoel Abby, toen in staat is. Is Joel degene die ze zoekt, want ik zag haar aarzelen. I got a really bad feeling about this. En ze vertrouwen ze ook. Scared us. I know. How are you guys doing? We're good. Thanks. Yeah. Can I talk to you for a minute? You want to get those saddles off? No, no. It's all right. We'll just ride out the storm. Oh god. Nothing. You have no idea. Don't get electricity. Where the fuck have you been? There are solar panels on the roof. Who are these people? How long y'all been here? Since yesterday. Yesterday? Yep. What are y'all doing out this way? Just passing through. You two live nearby? We do. A few hours down the hill. Oh shit. Come back with them. Just restock before we head out. Appreciate it.
I'm Mel, by the way. Tommy. This is my brother. Joe. Oh, shit. Hij is degene. Because they have. Oh! What? Laura, all clear? What? Put him against the wall. Tommy. Oh my god! Get off me! Oh god! Oh jezus, moet je zijn been zien? Wie zijn deze lui in godsnaam? Oh, Jesus Christ. Joel Miller. Who are you? Guess. Fireflies? Why don't you say whatever? Speech you got rehearsed. Get this over with. Tourniquet his leg. Do it. Oh shit. Ze gaat dit niet snel doen. Oh crap. Oh shit. Stupid old man. Jeez. You don't get to rush this. Holy shit. Als het Fireflies zijn, begrijp ik dit. Zo niet, wat de fuck heeft hij haar aangedaan? Joel! Tommy! Oh, dit is niet best. Konden ze hen in vertrouwen nemen? Van Tommy begrijp ik dat, maar... Oh, Joel... Hij heeft een heel erg grote fout gemaakt. Dat krijg je als je 5 jaar in een rustige en vredige omgeving woont. Dan zakken je muren wat. Oh god. We moeten opschieten. Hij wordt doodgemarteld daar. Niet dat zij dat weet. Ze zijn allemaal daar in die kelder. Oh shit. Oké. Waar? Fuck, waar is die kelder? Oh no. Shit. Okay. Waar gaan we? Oh my god.
Tommy! Bitch! You got her! Look, you got her! Okay? You're gonna fucking die! What's going on? Let him go! Who is that? Let him she go! Snuck in. Why aren't you posted up outside? We didn't think anyone was gonna show up. What the hell did you expect? We gotta get out of here before the whole town's on top of us. You're done. You want what I want, right? End it. Now. No. No, don't do this. Joel. Get up. Joel, fucking get up. Please stop. Oh, no. Please don't shoot. Joel, please get up. No! Oh! Oh my god! No! God. Abby, waarom? Waarom? Oh mijn god. Tommy. Godzijdank. Hey. Hey. Could I sit down, please? Yeah. Hij is Joel ook verloren. Degene om wie hij het allermeeste gaf. In de hele wereld. God, wat nu? Marie wants to make sure you're eating. She can't stop us. Oh, no, 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 no. They have the guys that we would need to do this smart. We'd be leaving Jackson vulnerable. Dat kunnen we niet doen. So they just get to get away with this? Nobody wants that. Yeah, but that's what's happening. Hij heeft gelijk. What if we get hit by hunters again? Is this you talking or is this her? It's a valid point. If it were you or me, Joel would be halfway to Seattle already. No, he wouldn't. He absolutely fucking would be. Well, we don't even know for certain. That they're from Seattle. Washington Liberation Front. That's what you said was on those patches. What if they stole those jackets? That's... What the WLF move? What are you doing? Hij probeert hier van weg te houden. You know what? Wraak zal niets oplossen, Ellie. Hoe graag je dat ook wilt. I'm leaving tomorrow.
And if you want to come with me, great. You have no idea what you're walking into. You don't know how large that group is, how armed... I don't care. You can't talk me out of this. Give me a day to talk to Marie. Okay? There's gotta be some folks you can spare. And if she won't budge? Dan ga je zonder hem. One day. Please. Oh, fuck. Man, een groter verlies is er niet voor haar. Oh my god. Maar wraak brengt hem niet terug. En dat is wat ze gaat doen. I want to stop at his house before we leave. We just have to pick something up. Okay. Kremig de kremig. Ik ben gewoon sprakeloos. Dit was gewoon... Ik krijg tranen in mijn ogen. Dit was gewoon zo wreed en nodeloos. Als Abby een Firefly was, waar ik een sterk vermoeden van heb... Dan snap ik heel goed waarom ze dit gedaan heeft. Joel heeft... al hun hoop de grond ingeboord. En zoveel van hun vrienden waarschijnlijk vermoord. En als ze dat niet was... Ik weet niet wat Joel haar aangedaan heeft. Misschien is iemand uit zijn verre jagersverleden. Maar hoe ze hem gewoon doodmartelde... voor Ellie's ogen gewoon doodsloeg. Ellie smeekte haar op te houden... Maar dat deed ze niet. En Ellie, die al zoveel verloren heeft in haar leven, zag de persoon die van wie ze hield als haar eigen vader, die er altijd voor haar was, als je dat gewoon voor je ogen ziet gebeuren, I can't even imagine. En die pijn in haar moet gewoon zo ondraaglijk groot zijn. Ze kan niet leven met de wetenschap dat ze dit ongestraft laat. En dat snap ik. Ik wil deze mensen hier ook voor laten boeten. Maar ik weet dat dit geen zin heeft. Geweld zal alleen maar meer geweld uitlokken. Ellie...
Ellie die weet dat niet. Die is opgegroeid in een wereld met alleen maar dood en geweld. Ze kent niet anders dan vergelding. En ze heeft dat ook nog nooit eerder hoeven doen. I couldn't get to the horses. Looks like Tommy took one. Now Maria's got the stables locked down. Fucking Tommy. Hij is zelf al gegaan. We'll figure something else out on the way. Car or horse or something. En Dina is ook direct bereid mee te gaan. Wat de hel? Then it's gonna be harder. Ja. You can still change your mind, you know. I know. I just don't want you to feel like you have to. Ellie. You go. I go. End of story. Man. Zelfs op een zoektocht als deze, Dina aarzelt geen moment om Ellie te vergezellen. Op een zinloze en zeer pijnlijke tocht. En Tommy is nog eerder weggegaan dan zij. Het moet hem waarschijnlijk nog meer pijn gedaan hebben. Hij zou alles doen voor Joel. En hij is dus gegaan, hoewel hij daarbij zijn eigen gemeenschap in de steek liet. Weet Dina wel waar ze zich in begeeft? Ja, dat weet ze hoogstwaarschijnlijk wel degelijk. Maar het maakt haar niet uit. Ze houdt van Ellie voldoende om haar nek hiervoor te riskeren. En daar moeten we haar dankbaar voor zijn. Memoires voor Joel. Dit was zijn huis. Hey. What do you need? I can go get it. I wanna do it. Okay. I'm okay. Nee, Ellie, dat ben je niet. Oké, hoe zwaar me dit ook valt, we gaan hier stoppen. Het is namelijk tijd. God, echt zo'n prachtige romantische scène wordt dan afgewisseld met zo'n vrede en nodeloze daad. Ik voel gewoon de adrenaline nog door mijn bloedvaten bonken van wat er gebeurd is. Ellie is niet tegen te houden. Ze gaat vergelding zoeken. Wat er ook gebeurt. En we kunnen haar alleen maar vergezellen. Ik hoop dat jullie van deze part genoten hebben ondanks alles. En ik zie je de volgende keer bij het kanaal van MeesterTubeSizer met een nieuwe playthrough van The Last of Us Part 2. Goodbye. Stay safe, wash your hands, and live long.